Ik dan niet, vriend. Hij was mis! Hij was mis! No! Waar zit hij? Jongen mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal Gamesroom. En in deze video gaan wij Fortnite doen. En we gaan niet zomaar een potje Fortnite doen. We gaan nieuwe skins gebruiken in de game in Fortnite. En zoals je ziet is de daily shop of de weekly items. Over 6 dagen heb je deze 2. En de daily items zijn de nieuwe stuff toegevoegd. En wat je natuurlijk meest opvalt is deze 2. De candy eggs en de crack shot. Persoonlijk, ik vind deze ijs sick. Maar ik denk dat die hoed die hij op heeft heel erg irritant gaat zijn. Met aimen, met hier en daar kijken. Dus die gaan we niet halen. Maar natuurlijk, iedereen zei het al van... Hé, met kerst, het zal leuk zijn als er een zuurstok in Fortnite komt als ex. En ja hoor, het zit er gewoon in met lampjes. Dus het ziet heel sick uit met lampjes gewoon omheen gewikkeld. Dus wij gaan de candy ex kopen. Dus hoppakeetje, die hebben we in de pocket. En wat ik alsnog zag, een dance move. En je ziet hem hier, de dab. Het is natuurlijk best wel laat dat ze met een dab emote komen. Aangezien het al bijna 2018 is. En iedereen zegt van, nee, je mag niet dabben in 2017. Fuck it, is op zich nog best wel nog... ik vind het op zich wel een nice dance move. En die heb je dus ook gewoon in Fortnite zitten. Dus we kopen die ook gewoon. Dus we gaan gewoon kijken of we met deze ja, skins, de dab en ja, de axe, het zuurstok... ja, ik heb ook de Black Knight aan, want we hebben alle Battle Pass dingen gelokt. Dus wij gaan een potje solo's doen. En dan zeg ik tot in de game. Tot zo, jongens. Zo, mensen, we zitten in de lobby van het potje. En zoals je ziet, zie je dat de lichtjes... Ja, het is niet heel fel, maar je ziet ze wel natuurlijk. En deze guy heeft ook de dab hier. Dab! Dab! Let's go, dabception. Wacht, kan ik naast hem staan? Ik wil naast hem staan. Let's go. Okay, nee, nee, vriend, je moet naast me staan. Dan kunnen we het gelijk dabben. Dab. Wat een goos, jongen. Jens party hier, jongen. Geweldig. Maar die zuurstok ziet er natuurlijk best wel sick uit, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Woe. Woe. Maar deze guy heeft dus ook... hij heeft nog niet de zuurstok, maar wel de dab emote. Dus we gaan gewoon kijken of we in dit potje natuurlijk een goede score kunnen neerzetten. Eigenlijk met kills. En natuurlijk lang kunnen overleven. Dus we gaan naar Crazy Grove. Dat lijkt me tot nu toe wel het beste startje om even naartoe te gaan loeren. En ja... Ik ben best wel benieuwd hoe dit gaat eindigen, jongens. Want die zuurstok is best... Ik vind het gewoon een leuke toevoeging. Het is met kerst natuurlijk. De kerstweer zit er goed in, zoals je ziet aan de bus hier. Met een mooie Santa Claus in het, als ballon. Dus ja, dit is echt een mooie update. Ik vind het echt sick. Fortnite, hoe ze dit game steeds update, is echt niet normaal sick. Dus ja, dikke duim natuurlijk voor Epic Games. Maar we hebben natuurlijk de Black Knight als poppetje. Die best wel moeilijk is te krijgen. Of je moet heel veel geld spenderen. Wat ik heb gedaan. niet door vertellen. Hè? Dus ja, het is best wel rare eigenlijk poppetje. En we hebben een mooie rode glider. Dus ik denk dat dit potje wel goed gaat eindigen, jongens. We hebben nieuwe skins. Nieuwe dance move en dab. Dus we gaan het doen. Oké, okay, gaan er meerdere mensen hierheen? Ik zie tot nu toe helemaal niemand. Maar wees altijd op je hoede. Ook al zie je niemand nu. Want waarschijnlijk zal er nu wel iemand... Ergens achter mij. Ja, dat bedoel ik. Zie je? Oh my god, er zit al zelfs gewoon iemand in mijn huis. Meen je dat? Ik heb een wapen. Oké, okay, ik moet hem nu gaan killen. Hij zit op het dak. Ik wil eigenlijk een tactical shotgun. Oh, dat is een AR. Hij heeft een shield. Oh, dat is heel kut. Oké, okay, nice. We hebben een shotgun. Oké. Okay, Kom naar beneden. Zit iemand beneden? Nee, dan niet, vriend. Oh my god, ik wou dansen voor hem. En dan gaat hij op me inslaan. Wat een joch, ouwe. Oké, okay, maar we hebben 2 kills in de pocket, jongens. Oh, wat leuk. We hadden gewoon die... Oh my god. Hé, jongens. We hebben heel veel geluk. Like... We pikken gewoon een fucking legendary scar, jongens. Wat? Even kijken of deze guy nog wat stuff had. Hey, hier, wat AR-kogels. We hebben gewoon een legendary scar. Holy shit, het is ons gegund, dit potje. We hebben al 2 kills. Daar was trouwens ook iemand geland, dacht ik. Maar ik zie nu even niemand. Ik zie wel een kissy. Dus die gaan we even looten. Oké, okay, hou je oren en ogen open, Dylan. Hup, ik wil hier even bij. Hoppa, stelen we dit. Oh, een shield.
En ook weer gewoon een blauwe AR, hè? Dat is ook gewoon weer zo sick. Oké, ik weet niet of hij nog in dit huisje zit. Zo ja, dan moeten we natuurlijk even oppassen. Ik heb een pump shotgun, dus dat is wel chill, vind ik. Natuurlijk, een tactical is iets nicer. Oh, daar zit hij. Ik zag hem daar. Hij zit achter die paal. Oké, daar gaan we heen. Hij zit bij de Burger King. Oké, dan gaan we daar snel heen, want ik wil natuurlijk hem ook even dood hebben. Dan kunnen we even de tijd nemen om te gaan looten, natuurlijk. Oh, hier wat shotgunkogels, altijd wel nice. Zit hij nou nog steeds? Hij is naar binnen gegaan, of niet? Of achter die bosjes kan hij ook nog zitten. Oké, wat we gaan doen is, we houden het een beetje in de gaten, maar we gaan even door met looten. Want ik wil eigenlijk een tactical shotgun vinden, want die heb ik echt wel dringend nodig, zeg ik je eerlijk. Want de pump is voor dichtbij echt... Oh my god, we hebben een blauwe tactical. Oké, dat is chill. Ja, eigenlijk, ik wou zeggen, de pump is eigenlijk chill voor medium range. Dan kan hij even flinke damage doen, maar de tactical voor dichtbij is vele malen chiller. Oké, dus hij is ongeveer bij de Burger King. Ik zie daar ook al gebouwd en zo. Ik wil niet de Burger King in gaan lopen, want ik vertrouw dat voor geen zak. Dat is altijd zo'n close quarter ding. En als ik een paar kogels in mijn hoofd krijg, dan ben ik gelijk weg, weet je wel. Maar we moeten wel even die guy gaan proberen te poren van, yo, kom even naar buiten. Ik gooi dus die granaat wel even. Yo vriend, er zitten nog mensen hier. Hop, ik gooi die hele voorkant wel open met nades. Niemand in mijn rug of zo, toch? Ik hoop het niet. De safe zone is ook nog een stukje, dus we moeten ook zo gaan lopen. Ja, we gaan deze guy een beetje pushen. Ik denk dat hij aan het camp is. Want ik zie in een course echt geen beweging gewoon. Dus dat is wel een ding. Oké, hij is... Oké, we hebben twee ma- Oh my god, dat er zoveel mensen hier zitten. Hij weet dat de tijd rijp is. Dag. Dag mijn jongen, sorry dat je dood moest. Oké, we hebben... Holy shit. Heeft hij sniper? Nee, dat niet. Oké, we hebben het overleefd jongens. We hebben legit gewoon echt chill overleefd. Het is nu alleen wel rennen geblazen, aangezien we niet safe zitten. Ik ga even nog snel die andere guy hier looten voor de loot. En dan kunnen we even weg gaan piepen. Want ik wil wel even die loot hebben. Want loot is handig, zeker weten. We hebben in ieder geval wel goede wapens, though. Dat is wel chill. Misschien nog een snipertje erbij. En dan kunnen we gaan vertrekken. Wat bandages, hoppa, die nemen we mee. Nou hier, hop, hop. En dit, oké. Okay. Nou, op naar de safe zone, let's go! We hebben een zuurstok, we lopen door het gras heen. Pas op of ik sla je voor je scheenbeen. Met de zuurstok in je hand, dan gaat iedereen verkant. We met een legendary scar, een blauwe tactical shotgun. Met kit bandages en een mini shield. Een tactical shotgun, ja dat wordt voor jou dat. Oké. Even die kist hier pakken, let op een sniper. Oh, oké, okay, dat... Oh my god! Oh my god, jongens! Oké, okay. Oh shit! We hebben de bookie nade. Oké, okay. Dat is ook een nieuw item. Die is er gisteren ingekomen, dacht ik, in de game. Oh, die wil ik uit gaan proberen, jongens. Ik zeg je eerlijk, man. Holy shit. Ik was gisteravond met Sam en Anko bezig met opnames. En toen gingen we dus ook naar dat ding zoeken. Alleen, we vonden dat ding maar niet, jongen. En nu heb ik hem gewoon uit random kistje. Niet eens mijn bedoeling om hem te backen. En we krijgen hem gewoon. Oké. De boogie bom is een bom. No shit, dat zegt dat al eigenlijk in de naam. En niet zomaar gaan bommen. Het is een speciaal ding. Want als je hem op iemand gooit, dan gaat hij dansen gewoon, jongen. Dan gaat hij gewoon even lekkere dansmoves laten zien. Ik hoop dat hij zo'n dab emote krijgt. Echt zo'n dab. En dan kan hij dus eigenlijk niet schieten. Want hij blijft alleen maar dansen. Volgens mij is dat het. En ik wil echt zo graag dat ding even uittesten. Het is alleen de vraag van, ja, wanneer moet je hem gooien, weet je wel. Want als iemand mij pusht, je moet hem wel raak gooien. En je hebt, ja, oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik hem in ieder geval kan proberen. Want volgens mij is dat ding echt geniaal. Het maakt ook gewoon muziekje, disco-lampjes. Dus ik ben echt hyped als we die even goed kunnen gaan gebruiken. Het is natuurlijk wel de vraag van, yo, hey, we moeten wel iemand vinden waar we het op kunnen gebruiken. Want straks pusht hij mij, snipt hij en ben ik fucking weak. Dan hoop ik dat ik hem nog kan gooien, weet je wel.
We gaan hem sowieso gooien, jongens. Ik wil hem gewoon laten zien hoe die eruit ziet. En dit is hem. Het is gewoon zo'n discobal ding. Het is gewoon geniaal. Echt geweldig. Oké. Ja, we zijn even aan het lopen. We zijn dicht bij de... Oh my god. Dit is perfect. Please, loop door. Hij was mis! Hij was mis! No! Maar je hoorde hem wel. Het is zo'n kort muziekje. In de stream kwamen we het achter gisteravond. Oeh, wat voor ding. Oh, snottebel. Oké, dat... Oh nee, niet doodgaan, Dylan. Oh my god. Hij gooit alleen maar smokes. Ik probeer hem te zien. Dat was één hit. Zit hij daar achter? Ja, dus. Dag vriend. Oh shit. Dat was wel even een concentratiedingetje hoor. We hebben hem jongens, we hebben hem. Dat is oh kut. Oh, dat scheelde echt fucking niks ouwe. Oh, we nemen even deze... Oh nee, we nemen die mini shields mee voor de bandages. Die laten we nog even hier. We hebben zo'n sneeuwbal launcher. Oké, woe. Dat was even... Oh my. Het blijft ook nooit fucking rustig. Dat was een nade. Vanaf waar? Vanaf dat huis? Ik zit safe. Kut, ik kan hier niet bouwen. Damn. Het was hier. Oh my god. Oh, daar. Oké, nice. Oh, nou zet hij even bouwen daar, man. Oké. Oh, ja, ik heb die sneeuwbal dingen. Ik heb hem geraakt. Oké, we hebben hem. GG. GG voor dat, ouwe. Het is dat we die sneeuwbal ding... Oh, daar is gebouwd. Oké, dat wordt niet geheeld. Oké, laten we hem boeken. Oh my god. Waar de hek komt iedereen vandaan? Mini shields zijn zo... Wat is hij aan het doen? Die sneeuwballen stuiteren te veel nu. Die gaan perfect, die gaan perfect. Ja, perfect, lekker, GG. Oké, okay, nice. Oké, okay, we hebben 8 kills, jongens. We hebben 8 kills. De Black Knight, de zuurstok. We doen het gewoon, de dab emote. Ik durf hem eigenlijk niet te doen, maar fuck it. Oh shit. Oh, en ook een legendary scar, jongens. Waarom heeft iedereen een legendary scar in het potje? Dat valt me echt op. En iedereen heeft wel zo'n ding. Ik weet niet of ik die... Ik pak niet de sniper op. Ik vind mijn loadout tot nu toe wel chill. Met de wapens die ik nu gebruik. Ik heb genoeg ammo voor mijn AR. Ook voor shotgun. Easy peasy dat. Het is nu alleen meer van... ja, sniper. Dat zou ook wel nice zijn. Het is... Even kijken waar de mensen zitten. De bosjes zijn natuurlijk verdacht. Maar er zijn zoveel bosjes hier. Jongens, dat is een tip van mij. Als je in een open gebiedje loopt... En je wordt beschoten of je hoort schoten, altijd om je heen bouwen. Gewoon een vierkant gelijk met muurtjes. Dan ben je altijd wel safe. Dat is echt een tip, jongens. Want ik zie heel veel mensen die gaan gewoon terugschieten. Dat moet je niet doen. Oh my god. Oh, wat is hij aan het doen, jongen? En dan gaat hij, let op. Ik zie hem niet eens. Hij valt ergens. Kijk, didn't stick the landing. Wat was dat? Wat dacht hij, gast? Dacht hij even dat hij dat ging overleven? Oh my god. Wat de hel dacht die gast? Er zit een guy voor mij in dat fort. Daar, oh.
Maar als hij een sniper heeft, zoals daar mensen links, dan ben ik wel fucked up eigenlijk. Oh my god, geweldig. Het is dat we die kill niet kregen, dat is wel jammer. Kut. Ik kan hem niet eigenlijk killen, man. Als hij een sniper heeft, hij is in zulke advantage. Het is echt niet normaal. Dus ik piep hem er even tussenuit. Want er werd ook nog geschoten daar. Dus we gaan hier even achter iets bouwen. Gewoon even van steen nu. Hoppa, muurtje hier. Trappie daar. Kijk, hij maakt gewoon echt een fort. Oké, dat was een headshot. Dat was nice. Oh my god. Er zit ook iemand naast me. Hij maakt zijn fort kapot. Oké, dat is chill. Oké, we moeten een beetje oppassen in onze nek. Die guy die nu met die RPG schiet, die moeten we eigenlijk zien te vinden. Hij zit nu daar. Ik werd ook beschoten van ergens. Sorry vriend dat je me hielp, maar ik moet je alsnog killen. Is hij dood? Oeh, hij wil echt allemaal legendary wapens houden. Ik weet niet of die guy net dood ging daar. Hij heeft een sniper, oh my god. Waarom killen wij iedereen? Oké, daar zit ook een kist. Oh my god. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet of die guy voor mij nog leeft. Alleen daar ligt wel echt loot. Ik wil een sniper hebben. Zodat ik niet in mijn nek word gepakt. Want daar loopt Fredje. Sorry mijn jongen. 11 kills jongens. Mijn record staat op 16. Kan het nog? 4. Nee, kut. Dat kan nooit. Kanus, we kunnen dat niet halen. Dat is wel ruk. Dat leek me wel vet. RPG's. Waar kwam dat nou weer vandaan? Dat bosje misschien? Nee. Het kwam wel van deze richting. Ik schiet deze boom even kapot. Dat bosje misschien. Oh, daar rechts. Oh shit, hij molt mijn hele fort. Zullen we dat ook wel even bij jou doen, vriend? Gaan die het redden? Kut, net niet. Ik moet mijn fort herbouwen. Oh, dat was heel... Dat was heel nice. Ik heb nog maar één rocket ding. Kom, gaat hij raak? Oh kut, hij stuit het weg. Niet te lang pieken, Dylan. Mini shield. We hebben hem. Oh my god. Ik zit nog safe. Dus ik blijf hier ook nog mooi zitten. Het enige probleem is dat ik even moet healen. 12 kills. 2 remain. Inclusief ik natuurlijk. Daar ligt wel echt veel nice loot. Maar moet ik het gaan halen? Dat is de vraag. Ik heb helemaal geen heal materiaal meer over. Ik plaats hier gewoon allemaal traps. Kut, het zit ook eigenlijk niet eens meer in de safe zone. Ik moet even kijken hier, jongens. Helemaal niks. Kanus. Ik heb geen heal materiaal meer. Dat is heel erg... Oh my god, we runnen ook nog out of... Jongens, we zitten in een dilemma. Ten eerste... We hebben geen rockets meer, dus we kunnen ons een... We kunnen dat gaan pushen. Oh my god. Hij heeft geen shield meer. Of geen bosje meer. Niet iemand hier of zo stiekem. Ik ga die airdrop pushen. Ik hoop dat daar een medkit in zit. Shield zal wat chill zijn. Zodat we daar in ieder geval ons mee kunnen redden. Ik vertrouw die bosjes echt niet, man. Het is gewoon kut dat het erin zit.
Oké. Oh my god, we hebben het ook nog. Shield ook nog. Oké, dat is heel chill. Dan poppen we die even. Weer een Legendary Scar, ouwe. Dat is echt de vierde of zo die ik al tegen heb gekomen, dit potje. Ik ga een beetje terug naar mijn... Kut, ik moet naar de fabriek toe. We hebben full shield. Ik heb wat nades kunnen bemachtigen, dus dat is wel zeker chill. Ik trill alleen echt als het de tyfus is. Oké, daar... Oh my god. Hij zit op het dak. Ik zie nog steeds niet safe. Woe! Dit kan een win worden. Kom op, Dylan, je kan het. We gaan het doen, jongens. We gaan het doen. Hij zit daar. Hij mag me niet door die platen zien. Daar kan hij nu doorheen kijken. Dat is ruk. Hij heeft een sniper. Maar hij heeft heel veel shield verloren nu. Waar is die andere guy? Zit hij onder hem of zo? Of in een ander gebouwtje? Onder mij kan hij ook zitten in die bomen. Er is nog iemand. Maar waar? Hij kan ook gewoon onder mij zitten. Dus ik ben heel erg geconcentreerd op mijn geluid aan het letten. Hij kan ook achter dat muurtje zitten. Gooi daar gewoon een nade heen. Nee, dat niet. Hij zit of in dat gebouwtje of onderin in die. Waar die guy op het dak zit. En ik hoop echt niet dat hij naast mij zit. Of onder mij. Ik zit in de volgende season safe. Ik durf eigenlijk niet te pushen, want ik... Oh my god. Hij zit daar gewoon, kijk. Heb ik nog... Ik heb geen launchpad. Het is een 1v1. Een 1v1 met 13 kills, jongens. Oh my god. Ik hoop dat hij daar om de hoek gaat pieken. Ik zit safe, toch? Op mijn map staat van wel. Het is een 1v1. Ik kan het... Het is een 50-50 chance dat ik hem ga killen. Waar zit hij? Wat? Dit ga je niet menen. Wat? De actual... Wat? Hij zat al die tijd in die boom. En ik kan er gewoon onderdoor kijken. Waarom schoot hij niet op mij? Waarom? Holy shit, jongens. Ik wil jullie bedanken in ieder geval voor het kijken naar deze video. Vergeet niet zeker een blauw duimpje omhoog te doen als je deze video tof vond. En jongens, holy shit, deze... Trillen, jongen. Ik sta helemaal stijf van de aangeleden, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Leuke reactie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.